Haha, leuk dat je er weer bent. Wat gezellig, maatje. We gaan er weer een fantastische video van maken. Dus ik hoop dat je er heel veel zin in hebt. Mensen, ik ga teams van kijkers reviewen. Ja, want ik heb gisteren mijn starterteam voor FIFA 21 gereleased. Heb je nog niet meegekregen dat ik het besluit heb gemaakt om geen Rote Glory meer te doen? RIP FC Glory, hashtag RIP FC Glory. Dan moet je die video even kijken, daar leg ik het allemaal uit. En dankjewel voor alle positieve reacties op die video. Ik waardeer het enorm. Die blauwe duimpjes, iedereen die al geabonneerd is. Ik kan me geen beter publiek wensen. Ik waardeer het echt ontzettend. De video is overigens nog niet online gekomen, maar ik ga ervan uit dat jullie me natuurlijk alleen maar weer liefde geven. Want ja, dit doe ik natuurlijk ook bij jullie. Zo, hey, mijn starterteam was dit. Ja, fantastisch. Ik heb alle overwegingen verteld in die video. Ik heb op mijn Discord, link in de beschrijving, de FC Roelie Discord, gratis te joinen. Al 1200 leden. Ik hoop dat jullie erbij zijn voor FIFA 21. Heb ik gevraagd of mensen starterteams willen maken en die ga ik dan opsturen. Dus alle trouwe kijkers die in de Discord zaten en een starterteam hebben opgestuurd, ga ik eventjes openen. Een blauw duimpje zou top zijn. Vergeet niet te abonneren, maar dat hebben we natuurlijk al lang gedaan. Ik hoop dat FIFA 21 niet vertraagd wordt, dat de Early Access niet vertraagd wordt en noem het allemaal op. Er is geen demo. Misschien was er wel één demo video gekomen, maar voor nu, ja, moet het met de webapp doen en wachten tot het echte spel uitkomt, wat best wel snel is. Misschien een weekje, misschien iets minder. We gaan het meemaken. Dit is het eerste starterteam van vandaag. Alan die is natuurlijk naar Everton gegaan, heeft een downgrade gehad, terwijl zijn skills of zijn stats niet heel veel slechter zijn geworden. Ik denk ook dat hij 83 algemeen is, omdat hij niet een CVM is. Als hij een CVM was geweest, dan had verdediger natuurlijk meer meegespeeld, was hij hoger algemeen rated geweest. Dus hey, dat is het voordeel. Gabriel is naar Arsenal gegaan, dus die heeft een sterke link met Tierney en haalt dan wel volledige teamgeest. Iedereen heeft volledige teamgeest. Dit team is ingezonden door Arno. Arno, dankjewel. Anthony, ik weet niet hoeveel skill moves hij gaat hebben. Het klopt nog niet wat er allemaal staat op Fitbin, helaas. Dat is jammer, maar hij gaat zeker een 3-star, 2-star hebben. Misschien heeft hij wel 5-star. Al stond hij niet bij die 5-star skillers, dus dan gaat hij 4-ster skill moves hebben. Dit is een prima kaart om in het begin te kopen, die gaat niet duur zijn. Diego Jota gaat naar Liverpool. Dus dat betekent, denk ik, dat hij redelijk prijzig is. Als je bij Liverpool speelt als speler met 4-ster, 5-ster, wat hij vorig jaar had en misschien nu weer. Ja, dan ga je gewoon duurder zijn dan dat je bij Wolverhampton kost. Dan Ruben Neves, geweldige paas. Hij is sloom, hij kan niet verdedigen, hij heeft geen fysiek. Schieten is ook niet heel goed. Waarom? Ik weet niet waarom jij hem hier hebt. Ik zou letterlijk elke andere speler daar neerzetten die je daar neer kan zetten. Uit de Premier League. Laten we ook even kijken gelijk naar een spelertje uit die Premier League op het middenveld. En natuurlijk niet een van die hele hoge rated kaarten. Fred kan je er neerzetten. Keita kan je er neerzetten. Ndombele kan je er neerzetten. Torreira kan je er neerzetten als CVM zijnde. Al heb je misschien niet echt een CVM nodig omdat je daar ook al Alan heb staan, dan zou ik eerder Oxlade-Chamberlain daar neerzetten. Sissoko, al gaat die duur zijn, maar ik zou eerder Oxlade-Chamberlain daar neerzetten dan Ruben Neves. Omdat Ruben Neves, ik snap het niet. Tierney is een prima kaart. Voor linksachter, ik denk niet dat die heel duur gaat zijn. Gabriel is wel heel erg traag voor een centerback. Diego Carlos gaat heel erg duur worden. Ik denk wel rond de 40.000, 50.000 munten. Dus voor een starterteam is dat misschien wat te veel. Alan gaat ook wat duurder zijn, rond de 30k. Misschien ook veel voor een starterteam. Ziyech gaat ook duur zijn, omdat hij 5-star skill moves heeft. En omdat hij gewoon een beetje gehyped wordt door alle Chelsea fans. Dus die gaat ook wel rond de 30k zijn. Richarlison is een van de weinig goede spitsen uit de Premier League die goedkoop is. Kunnen we nu ook eventjes naar kijken. En daar heeft 5-star Weakfoot een 4-star skill moves. Wat ook betekent dat hij gewoon duur gaat zijn. Werner is goed, Aubameyang is goed. Firmino vind ik wel goed, Vardy vind ik wel goed. Kane en Aguero, die gaan duur zijn vanwege de rating. Jimenez, Martial gaat heel duur zijn. Gabriel Jesus gaat heel duur zijn. Lacazette wat minder goed zijn. En Richarlison die komt daarna. Ja, ik denk dat hij gewoon heel duur gaat zijn. Dus ik weet niet of dit lukt. Ik weet niet of jij geld gaat investeren via ikwatgoed.nl. Voor je tegoedkaart, FIFA 21. Maar ik vind dit een heel duur starterteam. Op een paar spelers na is het redelijk steady. En Anthony, dat is een van de weinige dingen waar ik een opmerking over heb. En Gabriel ook niet, Neto ook niet. Die zijn allemaal prima. Ik weet niet of dit heel realistisch is als starterteam. Het volgende team is ingezonden door Luc. Hij heeft, kijk, dit is nou een echt starterteam. Dit is een heel goed starterteam. Je hebt Bakambu uit de Chinese League samen met Talisca en Paulinho. Paulinho heeft een downgrade gehad, maar is nog steeds heel goed. Dan heb je Fernando als CVM-duo met Paulinho. Niet heel veel snelheid, maar defensief is dit wel gewoon heel sterk. Paulinho kan redelijk meevoetballen. Fernando wat minder. Rafinha als vleugelspeler met gewoon heel veel pace.
fantastisch. Matthäus als vleugelspeler met gewoon heel veel pace, fantastisch. Het gaan ook niet heel duur worden allebei. Rednan Lodi is een linksachter uit La Liga waar je veel spelers hebt. Koundé is een redelijk goedkope verdediger, denk ik, uit de La Liga. Met niet heel veel strength. En hij is niet heel lang. En weinig stamina. Dus het is wel een beetje kwetsbaar. Ik weet nogmaals niet precies hoe FIFA 21 gaat spelen. Is strength heel belangrijk? Is pace heel belangrijk? Is verdedigen heel belangrijk? Passing, dribbling, noem het allemaal op. Maar hij is misschien wel een beetje kwetsbaar. Diallo gaat niet zo heel duur worden, ondanks dat hij bij Paris Saint-Germain speelt. Een speler van ja, 4-5k. Wat op zich wel duur is, maar dat kan je wel redelijk snel bij elkaar spelen. Sar, prima rechtsachter. Uit de league. Volgens mij is Atal ook een rechtsachter. Ik weet niet hoe duur hij is en hoe goed hij is. Atal, 79. Maar die heeft veel meer pace. Maar Aguilar zou natuurlijk ook kunnen. Aguilar of Sar. Die zullen wel redelijk hetzelfde zijn in prijs. En ja, je kan daar elke rechtsachter neerzetten. En Magnon. Een prima starter teamkeeper. Dit team gaat denk ik rond de 40k zijn. En geloof mij maar, 40k lijkt veel voor een startteam. Maar hier kun je gewoon redelijk makkelijk naartoe werken. En heb je wel binnen een week hoor. Misschien via de webapp, als je iemand packt, doe je wat starter squad building challenges. Speelt een beetje squad battles. Een beetje division rivals in het begin. En bam, je hebt je team. Dit is een Bundesliga starterteampie. De verdediging gaat niet heel duur worden. Ze zijn 78 reden. Het gaan gewoon veel gepackt worden. Jarsten heeft een flinke downgrade gekregen. Schmid ben ik niet heel erg van overtuigd. Gunther is wel een goede back. Dit is een goedkope verdediging. Dan heb je Delaney, die al iets duurder is. Dan heb je Kostic, die al iets duurder is. Omdat er niet zo heel veel goede linksmidden zijn in de Bundesliga. Dat is eigenlijk altijd zo. De wingers zijn heel schaars. Perisic is naar Inter. Diaby kan, Bailey kan, Thuram kan, Grifo kan. Oké, Thuram, Bailey en Diaby, die zouden nog kunnen. Kostic gaat misschien wel wat duurder worden. Brandt gaat meevallen, want het is een hooggewaardeerde speler, maar hij is niet heel populair. Emre Can heeft echt een hele goede kaart voor een CVM. Holy shit, wat een gebalanceerde kaart. Ik zou me dus ook niet verbazen als dit met 4-ster rond de 20-25k gaat kosten. Misschien wel duurder, dus dat is misschien iets aan de dure kant voor een starterteam. Rashica is nu een spits en een van de weinig goede spitsen uit de Bundesliga. Behalve dan dat je nu ook een Koreaan hebt. Die is getransferd. Zit hij er al bij? Nee, zeer zeker niet. Je hebt een Zuid-Koreaan bij Leipzig die ook heel snel is en misschien wel een goede spits is. Maar Rashica is eigenlijk de enige spits op Haaland en Lewandowski na. En Bolo is trouwens ook best wel prima met zijn pace en physical die een beetje te gebruiken is. Dus ik denk dat Rashica misschien ook nog wel wat duurder gaat zijn. Goed Bundesliga starterteam. De verdediging heel goed. Middenveld maakt misschien iets meer zorgen om. Maar ook dat zal wel meevallen. Ik denk rond de 50-60k. En dat is een prima prijs voor een starterteam. We hebben nu het team van Robin, waar we ook snel doorheen gaan. Bundesliga team. Ik weet niet of je geld gaat uitgeven, Robin. Maar dit gaat een duur Bundesliga team worden. Laimer heeft een bizarre upgrade gehad. Is een perfecte CVM. Hij is snel, kan dribbelen. Goede paas, goede fysiek. Een 80 defending. Kijk maar, met veel stamina. Een hele goede CVM. Zakaria is heel erg populair door zijn upgrade. Kijk die fysiek, kijk die defending. Echt een tank op CVM. Klosterman gaat heel populair zijn omdat hij gewoon heel veel pace heeft. Roussillon gaat een dure linksachter zijn. Coman gaat duur zijn. Haaland gaat echt al in het begin rond de 70k zijn, 60k. Gewoon omdat hij zo populair is, denk ik echt. Robin, tenzij je geld uitgeeft, gaat dit niet realistisch zijn als starter team. Ah, een mix tussen wat Brazilianen, niet vies bitter. Dit is een team van Indy. Verdediging prima te betalen. Grimaldo gaat al wat duurder worden, omdat het gewoon een 84 linksachter is. Voor SPC's, noem het allemaal op, is dat duur. Everton is nieuw. Lijkt me een goed kaartje. Gaat niet heel duur worden, want het is de Portugese league. Grimaldo ook, maar hij is gewoon wat lager reden. Dus hij heeft wel die sterke link met Grimaldo. Dat is wel interessant voor een soort medium starter teams. Paulinho, Jonathan Vieira, Taxera. Prima CSL trio. En leuk dat je die Spaanse link met Jonathan Vieira hebt gebruikt voor Porto, die een upgrade heeft gehad en heel veel pace is en nu een rechtsbuiten is. En Llorente, die heel erg duur gaat worden, omdat hij heel erg gehyped is al op social media en alles, omdat hij zoveel pace erbij heeft gekregen. Wat wel een hele goede CVM is. Dit team gaat ook rond de 40k kosten. Ik denk dat op Llorente en Grimaldo na alles wel redelijk te betalen is. Porto misschien ook, omdat je in de La Liga weinig goede rechtsbuitens hebt. Die betaalbaar zijn. Messi natuurlijk. Bill gaat weg. Dan is Porto dus daarna de beste rechtsbuiten right winger uit de La Liga. Ocampos, Correa zijn ook wel goed. Correa.
Maar ja, voor de rest valt het mee. Dus ik denk dat Porto nog best wel wat duur kan gaan worden. Maar prima startteam. Leuke links. Het is alleen lastig dat je niet heel erg hierop voor kan borduren. De upgrades zijn namelijk best wel matig. Je kan niet makkelijk een andere speler hiervoor vinden voor Jonathan Vieira. Als je op een gegeven moment denkt van Jonathan Vieira, die is zo goed niet meer. Die wil ik upgraden. Dan heb je weinig upgrade mogelijkheden. Misschien heb je een Braziliaan Coutinho zou er neer kunnen zetten. Als je Jonathan Vieira niet goed vindt, zou je Coutinho zou je hem kunnen upgraden naar Coutinho. Die wel veel minder pace heeft, maar wel skill moves heeft. En anders misschien nog een Braziliaanse spits zit hij erbij. Tenzij er iemand is getransferd, denk ik niet. Nee, ja, Julian Casemiro, daar ben je ook niet heel vrolijk van. Nee, ik denk dat alleen het upgraden wat lastig is. Maar goed, het is een starter team. Voor hetzelfde getrek in één keer iemand is goed. Als je hiermee speelt, Weekend League, Division Rivals. En dan gaat het heel erg snel. Het upgraden kan je het hele team gewoon vervangen. Het volgende team is van T. Hij heeft een Serie A Portugese league met Edwards. Ik denk dat je wel een betere rechtsmidden kan vinden. Want hij heeft alleen pace en dribbelen. Sakho is ontzettend snel. Holy shit. Delefeu en Estupinan is een leuk duootje daar. Bonaventura, Pellegrini en Sanson zijn allemaal wat defensiever ingesteld. En dit is het probleem met dit team, zie ik nu al. De enige aanvallende speler die aanvallend echt sterk is, is Caputo. Want ik denk Delefeu dat hij niet heel veel finishing heeft. 75, dat kan nog wel. Maar dit zijn middenvelders. Bonaventura ga je niet op 10 zetten. Die speelt trouwens nu bij Sassuolo ook. Of in ieder geval niet meer bij Milan. Volgens mij is hij naar Sassuolo gegaan. Het zou kunnen. In ieder geval zit hij nog wel bij de Serie A. Je hebt drie middenvelders die niet aanvallende middenvelders zijn. Die ook niet verdedigende middenvelders zijn. Het is het allemaal net niet. Ik denk echt dat je voor een startteam dat je een beter startteam kan maken. Ondanks dat dit misschien wel van alle startteams die ik tot nu toe heb gezien de goedkoopste is. En misschien dan ook wel het meest realistisch om dit te bouwen voordat de game gereleased wordt via de web of wat dan ook. Dat is misschien wel zo. Dus dat moet ik je toegeven. Maar niet een heel best startteam. Het team van Otte. Neres, Anthony, Promes. Ik denk dat Promes duur gaat worden. Maar nog wel redelijk betaalbaar omdat hij bij de Eredivisie speelt. Dus misschien 10k, 12k, 13k, 15k, iets in die richting tussen de 10 en de 20. Dus de triangle is op Promes nou redelijk goedkoop. En je zou daar eventueel ook, totdat je Promes kan betalen, een andere speler neer kunnen zetten van Ajax. Kudus heeft een goudkaartje, toch? Ja, dan zou je er, totdat je Promes kan betalen, daar Kudus neer kunnen zetten. Dus dat is geen probleem. Merino heeft een goed verdedigend kaartje. Wendel past daar goed bij, omdat hij aanvallend wat sterker is. Nou, valt eigenlijk mee hoeveel aanvallend die sneller is. Nou, twee gebalanceerde middenvelders die ook wel kunnen verdedigen. En de verdediging is heel goed. Dit is ook een heel realistisch starterteam. En beter dan het vorige starterteam. Dus dit is tot nu toe voor alle starterteams misschien wel mijn favoriet. Omdat die gewoon zo betaalbaar gaat zijn. Ik weet niet of Neres nog 5-star skill moves heeft. Ja, dit klopt niet. Ik denk het wel. Volgens mij stond je wel bij die lijst van 5-star skillers. Dus ook dat is leuk gedaan. Je kan het op meerdere manieren gebruiken. Je kan 4-4-2 spelen. Je kan 4-2-3-1 spelen. 4-2-2 wordt wat lastiger omdat je maar twee echt verdedigende middenvelders hebt. Maar het zou nog kunnen met één aanvallende speler. Ja, echt een heel goed team. Otte was dit. Chapeau. Het team van Niels. Hulk, die heeft een non-rare kaartje, als ik me niet vergis. Leinaar, die heeft een goede rechtsachterkaart. Hinterrekker is een goede kaart. Klosterman gaat dus wat duurder. Wunder ook. Maar een Kunku. Ga je op CVM spelen met Fernando. Waarvan Fernando dan echt het CVM-type is. Ik weet niet of de workrates kloppen, maar medium. Met niet iemand die echt 80 defending heeft, ga je misschien wat overlopen worden af en toe. De rest heeft een Kunku wel een hele gebalanceerde kaart. Matheus Cunha, die kan je op CAM zetten. Al is die wel een... Oh, hij is ook een CAM. Oké. Hij heeft weinig passing voor een CAM. Dus dat moet je misschien boosten met een detail of iets anders. 4-ster. Volgens mij had hij vorig jaar 5-ster weakfoot. Of dat was een keer met een speciale kaart geüpgrade. Texera en de spits. Bailey en Hulk zijn goede wingers die aanvallend kunnen spelen. Ook een heel goed starterteam. Klosterman gaat dus misschien wat duurder zijn. Maar die kan je in principe vervangen voor elke verdediger uit de Bundesliga. Zo'n Konaté of die heeft een sterke link met Nkunku. Of een andere Franse verdediger die een link heeft met Nkunku. Zodat iedereen volledig het team gezaald. Heel goed starterteam. Ik vond dit team nog steeds beter. Maar dit is ook een realistisch starterteam. Maxi Boy doen we nog eventjes erbij. Lijkt er heel erg op. Volgens mij heb ik alle spelers al besproken. Ake, heeft hij een downgrade, joh? 9? Of is hetzelfde gebleven? Speelt bij City. Gaat niet heel duur zijn. De spelers hebben we allemaal redelijk besproken. Richarlison, ik weet niet hoe duur die gaat zijn. Ik denk redelijk duur. Plus, je hebt hem nu als CAM, terwijl die een spits is. Dus dat gaat je ook geld kosten om te converten. Ik weet niet of dat de moeite waard is. Cillessen, Palista, Bruno Pires, Anthony, Fernando. Die je ook nu
heb omgedraaid. Dus dat kan je misschien ook beter omdraaien. Dat scheelt ook weer geld, maar dat zou je zelf denk ik ook wel weten. Fred gaat wel wat duurder zijn. Prima starterteam. Niet heel erg denderend. Ik denk dat het even duur, al dan niet duurder is dan nogmaals dit starterteam en dit starterteam. Will Grealish heeft hij bij Aston Villa. 61 physical. Geen agressie, geen jumping, weinig stamina, weinig strength. Niet hele goede shooting, niet heel snel. 3 ster, als dat klopt. Ik ben geen fan van Grealish. Ocampos gaat heel goed zijn, Williams gaat heel goed zijn, maar die gaan wel heel duur zijn, want je hebt altijd in de La Liga weinig spitsen. Dus Williams was volgens mij vorig jaar ook rond de 20k aan het begin. Llorente gaat rond de 20k zijn. Joe Gomez gaat zeker, nu die 83 is, rond de 30k zijn. Het is heel erg uit balans. De goedkope spelers, Danny Caballé speelt volgens mij gewoon nog steeds bij Arsenal. Maar dat is geen probleem, omdat hij al die... hij gaat juist teamgeest hebben, nu heeft hij geen teamgeest. Phil Foden op 10 ben ik ook niet van overtuigd. Dan heb je een 10 die niet kan schieten. Ik denk dat als je toch deze spelers wil gebruiken, stel je geeft dat geld uit, dat je beter Phil Foden en Grealish kan vervangen voor andere spelers uit de Premier League. Een linksbuiten die goedkoop gaat worden. Barnes gaat denk ik wel goed zijn en goedkoop worden. Redmond gaat denk ik wel goedkoper worden. Ik zou misschien nog eerder Bernard gebruiken dan Grealish. Al heeft hij nog minder physical, dus dat geldt misschien niet helemaal. Philippe Andersen gaat denk ik niet heel erg duur worden. Delefeu denk ik ook niet heel erg duur. Die heeft die link met Williams, dus dan heb je niet een sterke link daar nodig. Ja, nee. Op sommige plekken vraag ik me echt af van, waarom heb je voor die speler gekozen? En op andere plekken denk ik, die speler gaat je... Stel, je geeft voor je starterteam 60k uit aan 3 spelers. En voor de 100k uit aan 4 spelers. Want dat kan het echt wel gaan kosten. En de rest maar 10k, dan is dat uit verhouding. En zou ik het echt anders hebben verdeeld. We hebben nog 2 teams. Dit is van een andere Arno volgens mij. Een starterteam met Ben Yedder en Coman en Alaba. Gaat heel duur zijn. Maar als jij per se Ben Yedder wil gebruiken. Omdat hij 5-star Bigfoot heeft. Skill move staat er nu 3. Maar ik denk dat hij wel gewoon 4 heeft. Kijk naar zijn stamina. 68, 63. Dan betaal jij toch wel 40, 50k voor een Ben Yedder kaart. Die maar 70 minuten mee kan. Omdat hij dan helemaal kapot is. Aan het begin van FIFA wil je dat niet. Want je wil gewoon dat je met je duurste speler van je team ook het langst kan spelen. En dat je die niet naar 70 minuten moet wisselen. Martins is volgens mij niet heel goed. Coman is wel heel goed. Maar gaat ook gewoon heel duur worden. Want we hebben net al gekeken. Je hebt weinig linksmiddens. Linksbuitens in de Bundesliga. Dus hij gaat heel duur worden. Laumeier gaat wel duur worden. Alaba gaat wel duur worden. Niet een heel best starterteam. Tenzij je geld uitgeeft. Dan is het misschien wel realistisch. En dan dit is de echte. Het laatste team van Seb. Eli Militao gaat wel wat duurder zijn. Promes gaat dus wel wat duurder zijn. Van de Beek speelt bij United. Gaat wat duurder zijn. Krijgt een once to watch. Misschien verstandig om hem als eerste te kopen. Is ook wat langzamer, dus ik weet niet precies waar je hem wil gaan spelen. Hij kan wel op CVM, maar ik denk dat je betere CVM's hebt die wat sneller zijn voor dat geld. Neres, Malen, Anthony gaan niet heel duur zijn. Drumfries gaat niet heel duur zijn. Ismaili gaat niet heel duur zijn. AK gaat niet heel duur zijn. Heel sterk team, man. Heel sterk team. Promes dus misschien wat duurder van de Beek, maar voor de rest prima startteam. Eder Militao kan wat duurder uitvallen. Kan je ook Gabriel Paulista voor neerzetten voor de time being. Heeft echter geen volledige teamgeest, zie ik nu. Dus dat is misschien een dingetje waar je... Arke heeft ook geen volledige teamgeest trouwens. Waar je misschien kan gaan storen. Ik zou dat doen. Ja, voor jullie is dat misschien niet zo. Jij wordt heel bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een idee hebben naar wat starterteams. Wil je dat ik jouw starterteam nog review? Laat het even achter. Misschien doen we wel weer een video daarover. Ik weet het niet. Jullie kunnen het beslissen. Een blauw duimpje zou top zijn. Vergeet niet te abonneren hier op FC Roelie. En tot de volgende video. Joejoe.